Het was een explosieve beschuldiging. RIVM-baas Jaap van Dissel zou 750.000 euro hebben ontvangen van de organisatie die een coronatijd testen voor toegang organiseerde, Stichting Open Nederland. Corruptie werd er geroepen. Dit transactieoverzicht moest het bewijzen. Maar de ophef bleek fophef. Want dit bewijs rammelt aan alle kanten, zit vol met fouten en het lijkt in elkaar geknutseld. Toch kreeg het gerucht zoveel bijval dat het de landelijke televisie haalde. Als dit waar is, nou dan is het niet een beetje corrupt, dan is het gewoon ontzettend corrupt. Nee, wij willen dat hier de onderste steen boven komt en daarom verzoeken wij om een debat. Het leidde zelfs tot kamervragen. Er is al veel gezegd en geschreven over de kwestie. Maar toch besteed ik er in deze serie nog aandacht aan. Want dit is een schoolvoorbeeld van hoe iets wat niet klopt toch wordt opgepikt, als waarheid wordt geframed en groot gemaakt. En zelfs nu blijkt dat de claim niet klopt, blijft het nepnieuws nog aan Van Dissel kleven. In deze video reconstrueren we daarom de hele affaire, van A tot Z. Ik ontrafel de ophef, die binnen no time tot een hoogtepunt kwam, en sprak met vrijwel alle betrokkenen. Zoals een van de podcasters. Wij zijn ook natuurlijk een beetje types, die vinden dat leuk om ook zonder die nuances praten. Advocaten en journalisten. Er zaten zulke waanzinnige bloepers in de informatie. En het was zo snel te verifiëren dat het onjuist was. Een privédetective en een spindokter die tot nu toe nog niet in beeld kwam. En voor het eerst wil ook het slachtoffer van deze hetze op de zaak reageren. Jaap van Dissel. Wat ik er toen verdacht, dat het volkomen absurd was. Want zonder, met een klein beetje moeite, had men al heel snel kunnen zien dat het gewoon niet klopte. De trendinglijsten staan er vol mee. Berichten die niet kloppen. Toch geloven mensen ze. En dus duiken wij erin. De ene keer blijken ze verkeerd geïnterpreteerd, de andere keer regelrecht verzonnen. In deze Nieuwsuur-serie ontrafelen we ophef. In deze aflevering de neptransacties van Jaap van Dissel. Eerst dit. Net als in seizoen 1 van deze serie kan je op onze website al onze research nalezen. Daarnaast kan je met het script bij de hand zien waar we onze bevindingen op baseren. Dat er een betaling is gedaan van een Belgische bank. Gekke shit. Gekke shit, Erik. Van de Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel. De betaling is 750.000 euro. Om erachter te komen wanneer en door wie de ophef over dat neppe transactieoverzicht is ontstaan, heb ik onze social media analist gevraagd om Twitter door te spitten. Hij zocht op de naam Jaap van Dissel en varianten erop. En wat we zien is dat er altijd wel wat over hem getweet wordt. Maar pas na de publicatie van die podcast gaat Twitter echt helemaal los. Bij de andere piek van deze grafiek kom ik zo nog. Want bijna alle betrokkenen die ik hierover sprak zeggen dat ik eerst terug moet in de tijd. Om te snappen hoe dit verhaal rondom Van Dissel is ontstaan. En dus neem ik je even mee naar de zomer van 2021. Journalisten van NRC en Follow the Money krijgen dan een tip. Die komt van Maarten Kuppen. Hij is directeur van het coronatestbedrijf U-Diagnostics. Kuppen mailt de redacties allerlei documenten. Andere redacties krijgen van Kuppens communicatieman de documenten toegestuurd. Dat is Martin van Putten. Hij klopt aan bij de Telegraaf, het Algemeen Dagblad en het Financieel Dagblad. En ook Nieuwsuur krijgt de documenten later trouwens via toegestuurd. Let op, het gaat hier dus nog niet over die neppe banktransactie van Jaap van Dissel, want daar komen we straks pas. In die eerste documenten, in de zomer van 2021, is het nog niet Van Dissel die het mikpunt is, maar Stichting Open Nederland. De organisatie die een coronatijdtester voor toegang organiseerde in opdracht van de overheid. In de documenten die Kuppen en Van Putten rondsturen staan allerlei wilde aantijgingen over die stichting. Wat was het belang van Kuppen en zijn PR-man om dit rond te sturen? Nou, dat zit zo. Kuppen had met zijn bedrijf een geschil met de overheid en had het idee dat het ministerie van Volksgezondheid zijn concurrenten bevoordeelde. Daarom schakelde hij een recherchebureau in om dat te bewijzen. Het bureau van Dick Steffens. Steffens geeft hem uiteindelijk die documenten met de aantijgingen over Stichting Open Nederland. Ik ga hier verder niet te veel op in, want allerlei journalisten hebben naar die documenten gekeken, ook hier bij Nieuwsuur. En er zaten zulke waanzinnige bloepers in de informatie. Je hoort hier een van de journalisten die ik telefonisch over de ophef heb gesproken. Zo snel te verifiëren dat het onjuist was, dacht ik, nou ja, bijna een beetje schouderophalend van dit is gewoon onbetrouwbare informatie en dat ziet iedereen meteen wel.
Omdat informatie dus hartstikke onbetrouwbaar was, publiceerden ze er niet over. Het Financieel Dagblad schrijft nog wel een stuk over het conflict tussen U-Diagnostics en het ministerie van Volksgezondheid. Maar in het artikel staat ook expliciet vermeld dat er geen betrouwbaar bewijs is voor veel van de beschuldigingen. Goed, het verhaal dat de mannen proberen te pluggen bij de journalisten komt dus niet van de grond vanwege gebrek aan bewijs. En met dat in je achterhoofd neem ik je nu even mee naar dit voorjaar. Want nu komen we bij het vermeende transactieoverzicht van Jaap van Dissel. Het is weer Steffens die daarmee komt. En ik heb hem natuurlijk gebeld om te vragen hoe hij dat transactieoverzicht kreeg. Van een buitenlandse bron, vertelde hij. Hij zegt dat hij partners heeft in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Israël en Hongkong. En claimt dat in sommige van die landen het betrekkelijk eenvoudig is om bij banktransactiegegevens te komen. Steffens stuurt het overzicht ter informatie door aan Kuppen, die het samen met Van Putten weer rondstuurt aan journalisten van NRC en Follow the Money. En zo komt het transactieoverzicht via dezelfde route bij de media terecht. Nou, wat krijgen die journalisten te zien? Dit. Een zogenaamd Intel-rapport van 3 mei 2022. Vanaf dit rekeningnummer zou professor J.T. van Dissel geld hebben ontvangen van de Som Foundation. 750.000 euro. De journalist van Follow the Money, die het afschrift via WhatsApp krijgt toegestuurd, is Jan-Hein Strop. Het eerste wat je dan doet, is het bankrekeningnummer van wat daar genoemd is invoeren in internetbankieren om te zien of dat inderdaad het bankrekeningnummer is dat te associëren valt met Jaap Tamino van Dissel, zoals hij heet. Nou, en dat blijkt dus niet zo te zijn. Het eerste wat ik dacht, ja, wat mensen moeten constateren, is dat dat bankrekeningnummer niet op de naam Jaap van Dissel staat. Andere journalisten komen tot eenzelfde conclusie. Er klopt niks van het transactieoverzicht. Het is vervalst. En dus schuift ze de onbetrouwbare tip terzijde. Daarmee leek het gerucht uit de wereld. Want als we kijken naar de ophef, ja, die was er toen nog helemaal niet. Het overzicht was alleen onderhands uitgewisseld tussen Van Putten, Kuppen en de journalisten. Het grote publiek heeft er nog geen weet van. Tot 6 september. En tot mijn verbazing kreeg ik vrij recent een bankafschrift waarin onomstotelijk blijkt dat er een betaling is gedaan aan Jaap van Dissel in privé. Twee podcasters, Yves Geirat en vastgoedondernemer Erik de Vlieger, kondigen explosief materiaal aan in hun podcast. Want, zo zeggen ze, vanaf een Belgische bankrekening is 750.000 euro overgemaakt naar Van Dissel. Door SOM, dat zou staan voor Stichting Open Nederland. Dat gaat naar een rekening van de Rabobank. Ik heb dat nummer ook, van dat bankrekeningnummer. En dezelfde dag wordt er 400.000 euro doorgeboekt aan Aruba. Wij zien dat het gewoon een echt authentiek afschrift is. Ja, ik vind het heel zorgelijk. De mannen zeggen 99% zeker te zijn van hun scoop. Dit, dames en heren, lieve luisteraars, lieve mensen met de media, dit is ons cadeau voor jullie om uit te zoeken. En die oproep wordt ook op social media veel gedeeld. Media, het is jullie taak nu. En een dag later, nog niet één journalist die zich gemeld heeft voor de bankafschriften. Onthutsend. De dag na de lancering van de podcast stookt ook Thierry Baudet het vuurtje verder op bij zijn bijna 280.000 volgers op Twitter. Journalisten, duiken hier eens in. Deze stellige tweet van fanatieke twitteraar Annelies Strikkers beschrijft de vermeende overschrijving als feit. Het zaakje stinkt volgens haar naar corruptie. Ze roept onder andere Maarten Keulemans van de Volkskrant, RTL Nieuws en mij en mijn collega's op om er onderzoek naar te doen. Dankzij de Vlieger, Baudet en Strikkers wordt de link naar de podcast door nog zo'n 4000 twitteraars gedeeld. Het trio brengt de podcast dus bij het grote publiek onder de aandacht en vraagt de media het uit te zoeken. Er zijn dan al wel degelijk journalisten die om het afschrift hebben gevraagd. Zoals journalist Harry Hol. Hij maakt YouTube-video's over nepnieuws en staat op Twitter bekend om zijn factchecks. Dus mijn eerste reactie was gewoon pure nieuwsgierigheid. Van wat is hier gaande en kan dit onderbouwd worden? Vervolgens, op het moment dat ik ging vragen, werd ik alleen maar ontweken. En op het moment dat mensen ontwijken op een rechtstreekse vraag voor bewijs, dan gaan er bij mij alarmbellen af. Dus ben ik ze blijven bestoken met de vraag van, oké, jullie claimen wel van alles, maar toon dan ook het bewijs ervoor. Opmerkelijk is dat podcaster De Vlieger de media oproept het uit te zoeken, maar podcaster Geirat het transactieoverzicht helemaal niet aan journalisten wil geven. Ik ben niet van plan om dat bankafschrift te delen. Ik ben wel bereid om het te vertellen wat ik gezien heb. Daar heb ik een van de heren natuurlijk over gebeld. Ik had een lang telefoongesprek met Geirat, waarin hij toegaf dat de oproep aan de pers onhandig geformuleerd was door De Vlieger.
Hij zegt, ja, cadeau voor de media, 99%. En het cadeau had natuurlijk vervangen moeten worden door het woord, we hebben een vraag voor de media. Het hele verhaal is koren op de molen van Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren. Van Meijeren citeert de stellige tweet van Annelies Strikkers en schrijft, als onderstaande waar is, is Van Dissel niet zomaar corrupt, maar corrupt tot op het bot. Het is trouwens niet de eerste keer dat Van Meijeren RIVM-baas zonder bewijs corrupt noemt. Dat deed hij dit voorjaar ook al. Bewijs is geleverd. Het staat hier gewoon zwart op wit. Er is niemand die hier nog over twijfelt. Die politieke beïnvloeding heeft plaatsgevonden. Van Dissel is beïnvloedbaar, is corrupt. Die laster die toch vrij systematisch en publiek gedaan is, die kunnen natuurlijk niet anders dan als doel hebben om toch een soort karaktermoord te doen. Een opvallende virale tweet komt op diezelfde dag, een dag na de podcast, van advocaat Hester Bijs. Ze schrijft in antwoord op de podcasters dat ze de betaling kan bevestigen, als de transactieoverzichten kloppen. Het is wat vaag wat ze hier zegt, maar andere twitteraars gebruiken haar tweet wel om het transactieoverzicht gewicht te geven. Want een advocaat heeft de echtheid al bevestigd. Haar tweet wordt ruim 2000 keer geliked en bijna 1000 keer gedeeld. Goed, op dat moment overheerst dus het corruptieverhaal, in plaats van dat de transactie gepubliceerd wordt, zodat er goed onderzoek naar kan worden gedaan. En ondertussen komt die oproep aan de media wel in een stroomversnelling terecht. Ook rechtse weblogs, alternatieve media en complotwebsites koppen de claim van de podcasters. En de beschuldiging wordt geëchoed bij het televisieprogramma Ongehoord Nieuws op Ongehoord Nederland. Als dit waar is, nou dan is het niet een beetje corrupt, dan is het gewoon ontzettend corrupt. Tja, als het waar is. Alleen al op Twitter is het fragment bijna 200.000 keer bekeken. En het rare is dat ook Blommestein klaagt dat nieuwsmedia zich niet hebben gemeld bij de podcastmakers en de zaak zouden negeren. Maar haar eigen programma Ongehoord Nieuws had het natuurlijk ook gewoon zelf kunnen onderzoeken. Wat mij in ieder geval opviel was gewoon de gretigheid waarmee dit bericht werd opgepakt en ook ten eigen belang werd gebruikt. Dat vind ik redelijk kwetsend eigenlijk ook wel. Met een klein beetje moeite had men al heel snel kunnen zien dat het gewoon niet klopte. Diezelfde dag dient Wieberen van Haga Kamervragen in bij minister Kuipers. En daarin wordt onder andere als feit gepresenteerd dat de Stichting Open Nederland Belgische bankrekeningen heeft. Maar dat is dan nog nergens uit gebleken. En het speculeren gaat door, want kijk maar eens naar deze grafiek over de ophef rond Van Dissel. Dan zie je duidelijk dat er 5 dagen later weer een golf van berichten over hem naar buiten komt. Dat is het moment dat Kamerlid Gideon van Meijeren een debat aanvraagt over de niet bewezen claims. Nee, wij willen dat hier de onderste steen boven komt en daarom verzoeken wij om een debat. De VVD geeft geen steun aan dit verzoek. Zeker geen steun. Geen steun voor een debat. Geen steun. Geen steun. Geen steun. Geen steun. En dan komt de debunk. Want journalist Harry Hol, die eerder al aanklopte bij de podcasters, die krijgt een berichtje. In een Telegram-groep, Klokkenluiders Online, is op woensdagavond 14 september om 11:16 een transactieoverzicht gepubliceerd. Het is geen kopie van een bankafschrift, maar een Intel-rapport waarop de transactie staat. Het bevat alle details die de podcasters ook noemen. Hol schiet het vermeende bewijs met hulp van andere factcheckers op Twitter aan flarden. Het IBAN-nummer klopt niet, het genoemde rekeningnummer staat niet op naam van Van Dissel. Zijn titel professor staat erbij, maar dat vermelden banken in ieder geval nooit. Er staat een tikfout in de straatnaam van de Rabobank, de postcode klopt niet, de eindbalans klopt niet. De betaling komt van Gerinson, maar niet van Stichting Open Nederland. En er staan nog veel meer fouten. Ja, dan kon je dus met een hele veiligheid stellen dat de conclusie is, dit is allemaal niet waar, dit is nergens op gebaseerd. En wat ons in de social media analyse dan direct opvalt, die tweets van Hol, waarin het bewijs dat er van dit transactieoverzicht niks klopt, die worden veel minder opgepikt dan de tweets waarin Van Dissel wordt beschuldigd. In de lijst van de 50 meest gedeelde tweets over Van Dissel komt de debunk tweet van Hol pas op plek 49. En in bijna alle andere tweets wordt Van Dissel juist in verband gebracht met corruptie, of worden er vragen gesteld aan de media over deze zaak. Natuurlijk heb ik de podcasters gevraagd waar ze hun beschuldigingen op hebben gebaseerd. En zij zeggen dat ze die niet hebben van het transactieoverzicht dat Hol in handen heeft. Maar alle genoemde details komen dus wel overeen. Het ziet er ook heel anders uit. Dus dat kan je helemaal niet vergelijken, hoe dat eruit ziet. Ze beroepen zich nu op de disclaimer die ze in hun podcast hebben ingebouwd.
wat wij gedaan hebben in deze zaak, heb jij keurig de disclaimer ingebouwd van 1%. En dat er dan mensen zijn, Erik, zowel in de Kamer als in de media, die daar het woord corruptie aan hangen. Daar ga jij niet over, daar ga ik niet over. Maar disclaimer of niet, het RIVM eist wel een rectificatie van de podcasters. Als je dan niks laat horen, dan is dat over het algemeen, wordt dat toch ook gezien als niet een goede reactie. Dus vandaar dat we gereageerd hebben met een schrijven naar een advocaat. Twee dagen later trekken de Vlieger en Geiraat hun beschuldigingen in. Wij moeten erkennen dat op basis van de gegevens en de bronnen die wij gehad hebben, Van Dissel zeker niet schuldig is aan corruptie. We hebben het gevoel dat we ongelooflijk bezendeld zijn. Maar toen Gideon van Meijeren op zijn eigen manier het als een soort corruptiefeit ging brengen, ja, toen hadden wij wel harder moeten ingrijpen, want dat is natuurlijk totale onzin. Het RIVM besluit daarop geen juridische stappen te zetten. Maar ze noemen het wel ongehoord dat ook een nieuwsprogramma en een Tweede Kamerlid Van Dissel in verband brachten met corruptie. En minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, die zegt in antwoord op die Kamervragen van Van Haga: het is zeer zorgwekkend dat Kamerleden deze smadelijke uitlatingen zonder enige kritische kanttekening voor waar aannemen. Van wie de podcasters het transactieoverzicht nou in handen kregen, dat houden ze geheim. Je kan het 100 keer dezelfde vraag aan me stellen, Rudy, maar... Oké, nou, het is duidelijk dat ik dan duidelijk verder mee kom. Nee, maar ik waardeer het door, ik zou hetzelfde doen. Of ze nou wel of niet door anderen bezwendeld zijn met vals materiaal, het mikpunt van deze hetze, Jaap van Dissel, die krijgt dankzij hun podcast wel behoorlijk wat op zijn dak. We zien dat hij op zijn Twitter-account honderden keren wordt aangesproken over de zaak. En de meeste van de veelgedeelde tweets die zijn aanvallend. Slechts een kleine minderheid stuurt Van Dissel een steunbetuiging. Sommigen vinden dat Van Dissel nu maar het tegendeel moet bewijzen. Advocaat Hester Baes en privédetective Dick Steffens die houden de optie open dat de transactie verkeerd is overgetypt. Dan kunnen de feiten wel zijn zoals ze zijn. Er zijn er toch mensen die denken, ja, rook en vuur. Voor mensen raken beschadigd, dan kan ik toch wel stellen dat Van Dissel, het bleef gewoon aan hem, ook al worden er nu excuses gemaakt. Als er bij herhaling beschuldigingen worden gedaan, dan blijft er altijd iets van kleven aan je persoon. Er is altijd wat morsigheid wat overblijft. Nou, misschien stel je jezelf de vraag, waarom hebben die journalisten niet direct na de podcast hun debunk gepubliceerd? Ja, omdat ik in journalistiek weet ik niet of ik het nou verantwoord vind om te vertellen dat we informatie hebben gekregen waarvan we denken dat het vals is. Als we iedere keer aandacht zouden moeten besteden aan dingen die niet kloppen, ja, dan vullen we onze kolommen met de verkeerde dingen, denk ik, hè? De vraag die mij vaak wordt gesteld, ook nu ik deze serie maak, is: moet je desinformatie en complottheorieën wel aandacht geven? Want als je het aandacht geeft, dan groeit het. Nou, dit verhaal bewijst dat als je het geen aandacht geeft, het ook een eigen leven kan gaan leiden. Dus soms kan het juist goed zijn om nepnieuws direct te ontkrachten. Die afweging die blijft voor ons iedere keer weer een dilemma. Ja, je moet zoveel energie erin steken om dit soort dingen te ontkrachten. En het kost eigenlijk zo weinig energie om dit soort dingen te fabriceren. Ja, het is toch een soort verloren strijd. Je ziet dat dit soort onjuiste informatie toch door blijft etteren en moet nu eigenlijk bekennen dat we hebben onderschat wat de reproductiecapaciteit is van dit soort desinformatie. Het blijft in leven als het niet weersproken wordt. En, oh ja, het is natuurlijk nooit verkeerd om inhoudelijke kritiek op kopstukken te publiceren. Nieuwsuur heeft ook al een aantal kritische reportages gemaakt over Van Dissel zijn rol tijdens de coronacrisis. Maar dat is wel iets anders dan roddel en achterklap. Tot zover dit schoolvoorbeeld van hoe nepnieuws dankzij sociale media en alternatieve nieuwe media uitgroeit tot ophef. Zelfs tot in de Tweede Kamer aan toe. Kijk vooral weer even op nieuwsuur.nl/ophef om onze verantwoording en bronnen te checken. Helaas zitten een paar goede publicaties achter een betaalmuur en ook daarom vonden we het belangrijk om deze video voor jullie op een openbaar kanaal te maken. Volg ons om de volgende aflevering van deze serie niet te missen. En in de tussentijd kun je me voor factchecks en debunks volgen op mijn Twitter-account. Doei!